Ja, goedemorgen mensen. Ik was natuurlijk echt een beetje druk opgestaan voor de mensen die net mijn berichtje gekregen gezien hebben. Nou, ik zal je straks even iets voorlezen. Ik wil graag beginnen ermee dat Farmers Defence Force mij al heeft laten weten dat hun hier niet achter staan. Dat dit berichtje niet uit hun naam komt, ook al worden ze erin genoemd. En misschien is het bij de anderen ook zo. Maar ik wil wel één duidelijk statement maken. Dat ik gewoon klaar mee ben dat mensen mij bedreigen. Als mensen mij willen pakken om de dingen die ik zeg, dan kom alsjeblieft naar me toe. Bel me op 06-49-01-36-82 en kom gewoon fucking naar me toe gewoon. Hou op met zulke achterlijke berichten te sturen. En zeker als het gaat om de bescherming van een persoon zoals Jan Huse, waar ik nooit een boos woord over heb gezegd, maar toen hij de boel begon op te lichten met uit Max zijn naam geld op te roepen, terwijl hij duidelijk wist dat er van Max geen geld nodig was, dat Max geen geld nodig had voor zijn verdediging, dat Max geen geld nodig had om rond te komen en dan toch uit zijn naam op blijven roepen voor Eline, waar, wat van tevoren ook al gezegd wordt, het geld uiteindelijk allemaal naar Eline gaat. Ik heb niet gezegd dat Jan die spullen in zijn eigen zak stopt, wat hij er ook mee doet, hoe hij de boel verder misleidt en oplicht. Dit is wat ik gezegd heb. En ik blijf dat ook zeggen. Dus als mensen mij berichtjes moeten sturen met een vriendelijk verzoek om Jan met rust te laten, de man die al 2 jaar lang klaarstaat, veel goed werk doet. Als dit zo doorgaat, zal ik mijn strijd tegen de kabal, agenda 230 en het redden van kinderen en tegen gewelddadige politie moeten stoppen om Jan 24/7 te beschermen. Dan komen wij tegenover elkaar te staan. Dat moet ik niet willen. Als ik mijn kant van onze taak blijf doen, doet Jan zijn, uit zijn taak. Eenheid is sterker dan haatzaaien. Met vriendelijke groet, mams, namens Farmers Defence Force, Defend, de mama's Defend, de truckers en de boeren. Dus dit is mijn boodschap aan de mama's, aan de Farmers Defence Force, die laat ik weg, die hebben me net al geschreven. Aan die vent, hè? Hier, het mouwe shirtje. Aan die vent, de mama's, die vent, de truckers en de boeren. Degene die hierachter staan, hè? Die hierachter staan. En ik heb met jullie allemaal al te maken gehad gewoon, waarbij jullie gewoon de burgers gewoon keihard een mes in de rug hebben gestoken, waar ik hier nou verder helemaal niet op inga, maar in de laatste 20 maanden zijn er al meer vraagwaardige dingen gebeurd. Ga in je eigen organisatie lopen zeiken gewoon en ga daar gewoon de rotte appels eruit halen en kom dan nog eens een keer terug met je organisaties, hè? Of spreek gewoon dit soort mensen binnen je eigen organisaties meteen al aan, als ze helemaal niet praten uit de mond van jullie organisaties. Ja, en nog een keer, als je me wil bedreigen, als je me in elkaar wil trappen voor de dingen die ik zeg, dan kom alsjeblieft gewoon naar Schiedam toe. Alsjeblieft. Want ik ben er helemaal scheidziek van gewoon. Ik loop zaterdag in mijn eentje door Den Haag heen, van voor naar achter, van voor naar achter. Ik sta de zondag met mijn bord aan het begin van de demo. Iedereen is langs me heen gekomen. Op het einde nog een keer. Ik spreek persoonlijk Jan Huse aan gewoon, die meteen door 3 man beschermd moet worden. Alsof ik wat zou doen. Ik spreek persoonlijk Michel Reinga aan. En ik zeg ze allebei precies in hun bek wat ik van ze vind gewoon. Hè? En het zou mensen sieren dat ook een keer te doen gewoon. Niemand heeft mij aangesproken gisteren. Helemaal niemand. En dan achteraf gewoon met zo'n vette bek op Facebook. Nou, dan staan we maar lijnrecht tegenover elkaar. Dan stop mij je strijd met de kabal. Als je meent dat dat belangrijker is om tegen mij te lopen beginnen gewoon. He? Dan stop maar met alles wat je doet en ga Jan Huse 24/7 beschermen. Nou, ik weet niet waar tegen je Jan Huse 24/7 moet beschermen. He? Waarschijnlijk tegen de mensen die hij heeft opgelicht en die hun geld terug willen gewoon. Ik heb daar niet gestort gewoon. Ik heb hem gisteren zelf al persoonlijk aangesproken. Want dat is hoe ik de dingen doe. En ik heb hem ook al van tevoren daarop aangesproken. Dus nog een keer mensen gewoon. Wil je mij komen bedreigen gewoon? Al gewoon je vette tyfusbek op internet dicht. Zo, 06-49-01-3682 is mijn telefoonnummer. Bel me op. Dan maken we een afspraak. Gewoon heel rot op met dat soort gezeik. Gewoon echt. Het is te zielig om waar te zijn gewoon. En ja, en wat er van het weekend gebeurde.
met de boeren en de truckers. Waarom gingen jullie om 3:30 weg? Iedereen wou blijven staan uit de achterban. Dat weten jullie, dat weten ik. Ik heb het ook gefilmd en heel veel mensen gevraagd. Waarom koos de leiding ervoor om gewoon weg te trekken en gewoon naar het ADO Den Haag stadion te gaan? Of was dit van tevoren al afgesproken werk? Of waarom grote mond weer blijft staan en dan niet blijft staan? Nou, ik snap het niet. Velen met mij niet. Maar ja, dat moeten jullie zelf ook maar onder elkaar uitzoeken gewoon. Ik vond het echt een dikke naaierij waarbij burgers zijn opgepakt, waarbij burgers zijn geslagen en elke keer precies op het moment dat de trucjes wegreden. Misschien denken jullie daar een keer over na en ga je die mensen aanpakken en ga je beginnen dat je 24/7 gewoon het Nederlandse volk moet beschermen gewoon tegen het tuig van boven en het tuig wat onder ons zit gewoon wat keer op keer de boel loopt te naaien. Nou, dat wou ik even zeggen. Hè? En met de groeten aan die vent, met de groeten aan de boeren, met de groeten aan de truckers en met de groeten aan de mama's zo. Peace.